Pijnlijke vergissing in Welle. Het oorlogsmonument voor 16 gesneuvelden staat er al 90 jaar. Al die tijd wordt hier iemand anders herdacht dan een held die voor de gemeente in de Eerste Wereldoorlog om het leven gekomen is. Het gaat hier om Victor Houbrechts. Weliswaar geboren in Welle, maar het was een korte seminar. En die roept men hier jaarlijks af als Houbrechts Victor als onbekend verdwenen. Wellenaar Jo Bille doet al jaren onderzoek naar de gesneuvelden uit zijn gemeente. En hij ontdekte ook dat er één naam ontbreekt op de herdenkingsplaat. We hebben er een vergeten en dat is Houbrechts Theodor. En Houbrechts Theodor woonde in Welle op de Langenakker. Het was een echte Wellenaar. En hij is eigenlijk niet verdwenen. De namen van de twee oud-strijders werden in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog wellicht verwisseld. Het monument op het Dorpsplein zal wel niet aangepast worden. De vergissing wordt wel rechtgezet tijdens de officiële herdenking op 11 november. Daar hebben we besloten, in samenspraak met de voorzitter, om Victor Houbrechts niet meer af te roepen en Theodor af te roepen. En Victor zijn we uiteraard ook niet vergeten, want die staat in korte sem op het monument van de gesneuvelden.